We vragen veel van onze politiemensen, brandweermensen, ambulancepersoneel, militairen. Ze staan iedere dag klaar om mensenlevens te redden, stressvolle situaties op te lossen. Daarom is het ook niet meer dan logisch dat we kijken naar hun mentale gesteldheid. En daarom kijk ik in het bijzonder bij politieagenten naar wat we dan noemen mentale weerbaarheid. Mijn onderzoek hangt dan ook samen met het alarmerende nieuws van 2011 dat het slecht gesteld zou zijn met de politie in Nederland. Een kwart van de Nederlandse politieagenten zou verminderd weerbaar zijn. Nou, dat was een schokkend aantal. En mentale weerbaarheid in het kort gaat dan over het kunnen presteren onder stress, niet in paniek raken en ook naderhand er geen last van krijgen. Nou, in reactie daarop is er in vrij korte tijd grootschalig een training uitgerold voor politieagenten om de weerbaarheid te verhogen. De politieacademie had de vraag van, goh, werkt die training nou ook? En toen kwamen wij aan de bocht, Intervict, en wij hebben gekeken, goh, werkt die training nou ook echt? Gelukkig vonden wij dat het met de mentale weerbaarheid van de agenten helemaal niet zo slecht gesteld was. Klachten kwamen minder vaak voor dan in aanvankelijk gedacht werd. Die training was erop gericht om de mentale weerbaarheid te verhogen. Maar je kan je voorstellen dat een medicijn geven aan iemand die gezond is, maakt iemand over het algemeen niet nog gezonder. Daarnaast weten we ook uit eerder onderzoek dat politieagenten niet zozeer psychische klachten krijgen van de inhoud van het werk, maar ook vaker klachten krijgen van wat we dan noemen organisatiestress. En dat gaat dan over bijvoorbeeld een slechte relatie met je leidinggevende of slechte band met je collega's, dat soort zaken. Ik heb niet zozeer het standaardpad gekozen van bachelor, master, promotie. Ik ben, net zoals ik zei, psychiatrisch verpleegkundige geweest. Tijdens die loopbaan merkte ik ook wel van, goh, ik vind de theorie toch eigenlijk ook wel heel interessant. Uiteindelijk ben ik dus bij een onderzoeksinstituut terechtgekomen dat als onderwerp victimologie heeft. Victimologie is een wetenschapsgebied dat zich bezighoudt met slachtoffers, van in de breedste zin, van verkeersslachtoffers tot oorlogsslachtoffers. Zelf doe ik ook naast mijn promotieonderzoek onderzoek onder nabestaanden van de MH17-ramp. En het werken een heel multidisciplinair team. Er werken juristen tot sociologen, tot politicologen en psychologen. En het interessante van wetenschap vind ik zelf dat je kritischer gaat kijken naar de informatie die je van buiten binnenkrijgt. Faces of Science.